In Nederland betalen we allemaal belasting. De overheid geeft dit geld uit aan voorzieningen voor ons allemaal, zoals scholen, wegen en ziekenhuizen. Elke euro kun je maar één keer uitgeven. Daarom weegt de regering elk jaar goed af waaraan ze belastinggeld willen besteden. Een groot deel van de uitgaven staat vast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitgaven aan de gezondheidszorg en sociale zekerheid. Hier vallen bijvoorbeeld alle uitkeringen onder. Samen is dit ruim de helft van alle jaarlijkse overheidsuitgaven. Dan blijft er nog flink wat geld over. De overheid denkt goed na over waar dat precies heen gaat. Wat vindt Nederland belangrijk? Willen we bijvoorbeeld meer investeren in het onderwijs, klimaatbeleid of de cultuursector? De regering maakt de plannen en bepaalt hoeveel geld hiervoor nodig is. Zo wordt het geld zorgvuldig verdeeld. Alle plannen worden op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden, waarna de Tweede Kamerleden hierover met de regering in debat gaan. Zijn zij het niet eens met de verdeling van het geld, dan kunnen zij aanpassingen voorstellen. De Kamerleden doen dit namens het hele land. Zo beslissen we samen hoe we ons geld uitgeven. Financiën. Van ons allemaal. Voor ons allemaal.